Goeiedag. De nieuwe 30-daagse die gaat vrijwel helemaal over augustus. De laatste zomermaand, om het maar zo te zeggen. Meteorologisch gezien natuurlijk. En ik heb goede hoop dat het een mooie zomermaand gaat worden. De kaarten zijn best heel positief. En ik denk dat mensen die vakantie hebben nog in de maand augustus best wel aan hun trekken gaan komen in ons land. Laten we maar eens kijken wat normaal is voor augustus. De gemiddelde maximumtemperatuur begin augustus, dat is zo ruim 23 graden. Aan het einde van de maand is dat zo'n 21 graden. En de nachttemperaturen, nou, die liggen nog steeds ruim boven de 10 graden. Augustus brengt ook wel wat nattigheid, hoor. Dat is heel normaal en dat zijn natuurlijk zomerse buien. Hier op de kaart kunnen we dat zien. Met name in de kustgebieden kunnen forse hoeveelheden vallen, 100 mm of meer. Landinwaarts is het 70 tot 90 mm, gemiddeld genomen 90 mm. Dat is natuurlijk allemaal klimatologische informatie. We hebben de afgelopen maanden wel gezien dat dat ook flink kan afwijken van de klimaatnormale. Of dat in augustus gaat gebeuren, dat is natuurlijk nog afwachten. Maar het lijkt erop dat we toch wel rond die normaal gaan uitkomen op basis van de huidige kaarten die ik heb. De weerkaarten van het Europees model die laten zien dat we de komende dagen, begin dus nog eventjes van deze 30-daagse periode, echt wel wat meer hoge drukinvloed gaan krijgen. Op zondag zien we al bijvoorbeeld dat het hoge drukgebied vanuit het westen binnenkomt. Hier is dat mooi zichtbaar en dat blijft dan ook een aantal dagen aanwezig. Het is wel zo dat halverwege de week er vanuit het zuiden wat onstabiele lucht onze kant op gaat komen. En dat betekent toch wel dat er kans is op die zomerse buien, bijvoorbeeld woensdag, maar ook donderdag. Het Europees model laat daarna wel zien dat waarschijnlijk dit hoge drukgebied weer dominanter gaat worden en zich in het weekend weer kan gaan uitstrekken. En dat zou betekenen dat de buienactiviteit weer wat meer onderdrukt gaat worden. Misschien zag u het al, de temperaturen die zijn over het algemeen iets boven normaal. En dat kunnen we ook zien in deze kaart. Dat is ook de prognose voor 29 juli tot 5 augustus, dat die temperaturen net iets hoger gaan uitpakken. Wat kouder is het allemaal in het oosten van Europa. Daar is wat meer onbestendig weer terug te vinden. Laten we de pluim er maar eens bij gaan pakken. Kunnen we ook goed zien dat we met hoge temperaturen te maken gaan krijgen deze week. Met name dinsdag, woensdag en donderdag. Ja, dan gaan we toch wel richting de 30 graden in het midden van het land. Of dat gaat lukken, dat is natuurlijk nog een beetje de vraag. In het zuiden van het land lijkt dat wel allemaal wat duidelijker. Temperatuur daalt dan ook later in de week weer iets, maar blijft toch wel rond die 25 graden zoals het er nu eruit ziet. En daarna, als dat hoge drukgebied dus weer terug zou komen, kan die temperatuur ook weer omhoog gaan. De kans op zomerse dagen die is dus ook zeer duidelijk aanwezig. Zeker in de komende week met die temperaturen ruim boven de 25 graden. Later dan zien we toch ook nog wel dat voor het midden van het land die kans op 25 graden echt wel aanwezig blijft. Wat tropische temperaturen betreft, met andere woorden temperaturen van 30 graden of hoger, voor het midden van het land en ook voor het noorden van het land is dat allemaal wat minder duidelijk aanwezig. Maar als je bijvoorbeeld naar het zuiden en zuidoosten gaat kijken, dan zie je dat die temperaturen daar ook wat hoger uitpakken. De kans op 25 graden is dan ook in die tweede week echt wel heel duidelijk aanwezig. We kunnen het ook wel zien in de week van 5 augustus tot 12 augustus dat we nog steeds een temperatuurafwijking zien die warmer is dan wat gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. En dat geldt eigenlijk wel voor het hele westen, centrale deel van Europa, Zuid-Europa. Daar lijkt het überhaupt altijd maar te warm zijn. En ja, dat past dan ook wel in het beeld. Omdat we zien dat er een lichte hoge drukafwijking is boven het oosten en noordoosten van Europa. Dat levert misschien wel een wat meer oostelijke component zelfs op, of een zuidelijke component. Dat zou ook goed kunnen. In ieder geval in die week denk ik dat we in Nederland toch wel profiteren van hoge drukinvloeden en dat de kans op neerslag klein is. Sterker nog, we zien het in de kaart ook terug. Het lijkt zelfs een wat drogere week te gaan worden dan gebruikelijk, die week van 5 tot 12 augustus. In de week van 12 tot 19 augustus zien we dat die invloed van hoge druk hier weer wat minder is geworden. Er is eigenlijk heel weinig afwijking in de luchtdrukverdeling. Wat opvalt is het zuiden van Europa en het centrale deel van Europa, dat daar misschien toch wat meer onstabiliteit terug te vinden is. Bij ons moet het allemaal vrij normaal zijn. Nou, dat betekent best dat je dan af en toe zo'n zomerse bui kan gaan krijgen. Temperatuurafwijking die blijft nog steeds aan de positieve kant. Die is iets hoger dan gebruikelijk, maar wel minder hoog dan die week ervoor. Qua neerslag valt het ook nog wel allemaal mee. Zo lijkt het in deze prognosekaarten. Het past in ieder geval wel in het beeld dat er, ja, wat meer hoge drukinvloed te vinden is.
En dat zien we ook heel duidelijk terug in de weerregimes, want we zien heel prominent aanwezig de rode kleur. En dat betekent ja, dat we toch wel iets van een blokkerend gebeuren te maken hebben. Nou, blokking, dat hangt samen met hoge drukinvloeden. En dat lijkt toch wel voor heel de maand toch dominant te zijn. Zelfs in het begin van september zien we dat nog niet echt veranderen. Dus dat zijn allemaal hoopgevende kaarten. Zeker voor mensen die buiten vakantie vieren in het land en bijvoorbeeld aan het kamperen zijn. Dat zijn echt wel mooie dagen als dit allemaal zo gaat uitkomen. Ik heb het nog even samengevat. Ja, meer invloed, hoge druk. Ik denk het wel. Ik heb er wel een vraagteken achter gezet, omdat met name die tweede periode het allemaal weer net iets meer onzeker wordt. Ik denk al met al wel aan de warme kant, hè. Dat lieten de kaarten heel duidelijk zien. Ja, en zomerse buien, die horen er gewoon bij in Nederland. Die zullen ook af en toe wel gaan vallen. Ja, en dat kunnen dus best wel eens van die plensbuien zijn die ook voor wateroverlast gaan zorgen. In ieder geval heb ik er vertrouwen in dat de augustusmaand een mooie maand gaat worden. Nog een fijne dag.